Ik ben Antoine Flo. Mijn vader was monteur in de weverij. En ja, dan ga je naar de vakschool. Dan komt er een oriëntatiejaar waar je moet leren een beetje timmeren en weven, metaal bewerken. Maar ja, je bent 13 jaar oud, je weet niet wat het is. Dus je kiest één dat je vader deed. Hè. Dat was weven. Maar je hebt dus een stok, een lat, die vast zit beneden, nee, maar die kan draaien. Zo. Het is daar een mechanisme die die lat een klop heeft tot en met. Dus die weefspoel krijgt gewoon een klop, hard genoeg, om een paar meters af te leggen eigenlijk. Hè. Maar hinteren moest geremd worden. Dus die komt in een bak en die wordt afgeremd. En daar is er een gelijkaardig systeem, symmetrisch. Ook een lat met een jager op, dat we zeggen, een blok, hè, die de weefspoel teruglaat. En zo gaat dat altijd voort van de ene kant naar de andere kant. Ja, begrijp dat dat altijd vlugger moet gaan. Picanol ging dan tot de 250 toeren. Dat is zoveel keer per seconde. Tok, tok, tok. En dan die jagers versleten. Door die punt eigenlijk. Die punt die komt iedere keer in die jager, die moet terugslaan. En die kon wel een keer splijten of zo. En dan hebben ze een ander type schietspoel gemaakt. Dus dat zie je. Het is geen blokje meer met een putje en zo. Maar met een plat vlak om de schietspoel weg te slaan. Dus dat versleet niet meer. Dat was gewoon een blokje plat. Maar ja, een paar jaar later was het dan met de schietspoel. Dat is nog het laatste geweest.